Een aantal bedrijven uit Eindhoven heeft een roeisimulator ontworpen en die wordt vandaag naar Londen vervoerd. Tijdens de Olympische Spelen zal de roeisimulator in het Holland Heinekenhuis staan, zodat de supporters hem kunnen gebruiken. En na een laatste test is de roeisimulator klaar om vervoerd te worden. Nog maar 40 meter. Dat is nou een sprintje trekken, zeg. Van 1 minuut 11. Het is leuk om te zien dat de simulator echt doet. Dat je echt even moet inspannen. Het is gewoon leuk om eventjes een minuut te knallen. Ja, het is heel erg mee. Ik vond het zelfs best wel licht. Hoe die staat, zeg maar. Maar het ging hartstikke goed. Viel reuze mee. Met de roeisimulator kunnen de supporters 250 meter zogenaamd over de rivier de Theems roeien. Daar doen ze ongeveer 1,5 minuut over. En ter vergelijking, de professionele roeiers doen daar 1,5 minuut over. De supporters kunnen in de simulator dan ook ervaren hoe het voelt. Ik denk dat het voor heel veel mensen een leuke ervaring is. Gewoon even te zien hoe je met die riemen zit. Je gaat anders lekker zitten met een klooien als je het niet goed doet. Dan kom je mee in de knoop. Dat is ook een beetje de bedoeling. Dat is wat anders als op die droogroeimachines. Dan hoef je maar 1 rechte beweging te doen. Maar hier moet je echt, zoals in een echte roeiboot, de beweging doen. En dan kom je jezelf tegen als je het niet goed doet. Conceptontwikkelaar Carla Schouten gaat mee naar Londen om de roeisimulator op te bouwen. De tweede versie van de roeisimulator staat straks op het station in Leiden. De huiscores van de beide simulators kunnen via een app worden vergeleken. Nou, het is eigenlijk op het moment dat het Olympisch roeiteam moet roeien, staan we ook in Nederland. En je kan eigenlijk tegen de roeisimulator in Londen roeien. Dus het is natuurlijk heel leuk om in Nederland te volgen hoe het in Londen gaat. Van 31 juli tot en met 3 augustus worden dus Leiden tegen Londen.